De mensen lijken een beetje Yvonne Jaspers moe te zijn. De presentatrice doet altijd heel vreemd tegen haar datende boeren. Ze spreekt hen aan alsof het kleuters zijn en deed bizar gemeen tegen die arme boer Heiko en nu de kijkcijfers van boer zoekt vrouw flink in de lift naar beneden zitten, reist de vraag wie een goede opvolger zou zijn. Privébaas Evert Santegoets laat in Shownieuws niemand minder dan steranalist Tina Nijkamp aan het woord over deze situatie. Tina is op dit gebied niet enkelvoudig deskundig, maar dubbelvoudig, want niet alleen is ze televisiespecialist, maar ze is ook nog eens van boerenkom af. Die weet hoe het zit. Hoe zit het dan? Tina, de kritiek op Yvonne Jaspers begrijp ik eigenlijk wel een beetje. Ze doet soms een beetje kinderachtig tegen die kandidaten en lijkt ook minder geïnteresseerd. Zelf vind ik boer zoekt vrouw ook een stuk saaier geworden dan voorheen en dat komt denk ik toch wel door dat bb vol liefde, hè? We zijn nu veel dynamiek gewend. Tina denkt dat de bezem er doorheen moet bij Boer zoekt vrouw. Ik zat zondag ook weer te kijken en ik dacht jeetje, wat gaat dit opeens traag. Na BB vol liefde blijkt eigenlijk ook dat we soms helemaal geen presentator nodig hebben, hè, bij programma's. En Boer zoekt vrouw is misschien ook wel een van die programma's. Yvonne kan misschien gewoon vervangen worden door een voice-over al dus Tina. En als er dan toch een nieuwe presentatrice moet komen, mocht Yvonne Jaspers ooit afhaken, dan vind ik zelf Carrie ten Napel een zeer geschikte kandidaat. Tooske Ragas vindt het heftig dat er nu al over de opvolging van Yvonne wordt gepraat, laat ze blijken aan de shownieuwsdesk. Oh, ze pakt lekker door. Helemaal duidelijk. Evert, Jazeker, maar KRO CRV blijft vierkant achter hun opperboer in staan, Yvonne Jaspers. Zij heeft het 20 jaar naar volle tevredenheid gedaan en dat verandert niet omdat het nu eventjes toevallig tegen zit. Nee, er verandert helemaal niets. Carrie ten Napel hoeft zich nog niet warm te gaan lopen om de hooiberg heen.